Waar begon de verandering? Nou, ik leerde mijn derde vrouw kennen. En die was anti-drugs, anti-alcohol. Rachel heette zij. En daar heb ik mijn zoon van gekregen, Xavier, waar ik nu dus mijn kleinzoon bij heb, Rada. En, maar die was anti-alcohol, anti-drugs en dat, die heeft me ook overal vanaf weten te houden en zo. Maar ze kon geen kinderen krijgen. En via IVF-behandeling heb ze een monocuur gekregen, zomaar ijsprong. Maar na de bevalling raakte zij een postnatale depressie. Dus toen kreeg ik een hele andere vrouw. Ze wou de baby niet accepteren. Dus ik was 's morgens om een uur of half zeven was ik in het ziekenhuis om mijn eigen baby te wassen. En ja, dat op een gegeven moment kwam ze thuis. En ik herkende haar niet meer. En door de ruzies zijn we op een gegeven moment apart gaan wonen. Maar we waren toen wel getrouwd. Zij was de eerste vrouw waar ik mee getrouwd was. Alleen na 4,5 maand daarna kwam ik erachter dat ze met een ander omsloeg. Ja, toen sloegen bij mij weer de stoppen door. En, hoe sloegen ze door? Nou, gewoon weet je al. De boel kort en klein geslagen. Nee, dat niet. Dat niet. Maar op een gegeven moment dan kwam mijn zoon elk weekend Xavier. Ik was weekendvader, maar ja, wat doe je Jan als je weekendvader bent? Dan doe je alleen maar leuke dingen. Ja. Dus als ze dan maandag Xavier kwam ophalen, ja, dan wou hij niet mee naar huis. Dus daar werd zij weer angstig door. En toen hield ze die kleine jongen bij me vandaan. En ja, toen op een gegeven moment, toen voelde ik me steeds niet lekker en ik werd ziek. Ik denk, wat is er met me aan de hand? En toen bleek dat ik een ernstige levensziekte had gekregen. Van het drinken? En van een heroïne spuiten van vroeger, van Fusenaalde, denk ik. Dus toen kreeg ik zwaar hepatitis C. En maar ik zag me zo niet meer. Ik denk van, nou weet je, ik vind het goed. Ik stap eruit. Weet je wel, ik hoef niet meer te leven, want ik heb nou wel zoveel op mijn bod gehad. Heel veel mensen zeggen dat, maar ze doen nooit wat ze zeggen. Nee, was het echt van plan om een eind aan je leven te maken? Ja, dat was ik echt van plan, Jan. En toen op een avond, toen belde mijn zus Ingrid. Ze zegt, hoe is het? Nou, ik zei, ik maak er een eind aan, want ik zei, ik ben ziek. En toen zei ze van, nou, we komen je halen. Dus, maar zij was 20 jaar daarvoor al tot geloof gekomen. En die hebben mij in huis genomen, en een half jaar. En die hebben mij toen opgegeven voor Stichting De Hoop in Dordrecht. Daar werk ik nu, maar toen, in 2000, ben ik daar opgenomen. Maar voordat ik daar kwam, nam mijn zus mij mee naar een kerkdienst in Zevenhuizen. Van Jaap Kooij en Zwaantje, die had je vroeger, die ken je nog wel. Zeker. En Siert de Jong. En, maar daar sprak Jaap Dieleman. Die komt uit Zeeland en die was vroeger zelf ook verslaafd geweest. Ja, ik ken hem. En hele mooie man. En die sprak daar en die zei na de dienst, nou, als de mensen ziek zijn, die mogen naar voren komen. Weet je wel, en mijn zus zei, ga naar voren. Ik kreeg het hartstikke warm, jongen. Ik begon te zweten. Ik zei, ken die verwarming uit? Nee, zei man. Hij zei, de verwarming staat helemaal niet aan. Ja, niet weten dat de Heilige Geest al aan het werk was. Dus op een gegeven moment, ik liep naar voren. En ik weet het nog, ik ging links staan en rechts liep een vrouw naar voren en nog een vrouw. Hij loopt naar de eerste vrouw toe. En toen zei ik, God en zo echt bestaat. Wilt u bij die vrouw in het ziekteproces wezen of het liefst genezen? En in één keer hoor ik een stem in mijn hoofd, Jan, wees maar niet bang, ik genees je wel. Dus ik zit zo om me heen te kijken. Ik denk, ben ik nou een doorslaan van de drugs die ik vroeger heb gebruikt of zo, weet je? En hij was klaar en hij loopt naar die tweede vrouw. En ik zei precies hetzelfde, wilt u bij die vrouw in het ziekteproces wezen het liefst genezen? En hij ging voor die tweede vrouw binnen. In één keer hoor ik voor de tweede keer die stem in mijn hoofd. Wees maar niet bang, ik genees wel. Ik denk, nou wat dit nou is, jong. Wat ik hier nou van moet denken. Maar toen komt hij op mij aflopen. En toen zegt de stem in mijn hoofd. Als hij vraagt waarvoor je moet bidden, bid eerst voor hem. Ja, het was in Zevenhuizen bij Groningen in de buurt. Dus ik zei, nou ik krijg net de stem door. Ik moet eerst voor jou bidden. Nou, hij zei, bid eerst voor mij, dan bid ik daarna voor jou. Dus, nou, ik zei, hier, breng hem veilig bij zijn vrouw en kinderen thuis. Amen. Zo, weet je. Je wist nog niet zo heel veel wat je moest bidden. Nee, maar ik wist ook niet. Ik had er nooit had op gebeden. Dus, toen zegt hij, nou, dan ga ik nu voor jou bidden. Ja.
En toen hoorde ik weer die stem, wees maar niet bang, ik genees je wel. En vanaf dat moment, Jan, heb ik daar gewoon in geloofd.